Scout in Kuik bestaat al 75 jaar. Tenminste, vorig jaar. Nu dus eigenlijk al 76. Maar ja, dat mag de pret niet drukken. We vieren gewoon 75 jaar scouting in Kuik. En bij mij heb ik twee mensen van scouting. Stel je even voor, alsjeblieft. Ik ben Audrey Nieuwenhuis en voorzitter van Scout in Kuik. En ik ben Patricia Verkerk. Ik ben leiding en outlet bij Scout in Kuik. 75 jaar scout in Kuik. Nou, toen was jij nog niet hier, hè? Nee. Ik ben nu sinds januari vorig jaar voorzitter en daarvoor zat mijn gezin al wel bij de scouting. Dus ik ken het nu een jaar of 6. Ja. Er is natuurlijk heel veel veranderd in 75 jaar scouting. Wat heb je daar zoal van meegekregen? Ja, vooral de foto's nu en ook wel gaandeweg de jaren dat we nu bij Scout in Kuik wat meekrijgen, zie je toch wel dingetjes veranderen in kinderen en kinderen die weggaan en kinderen die komen en groepen weer samenvoegen. Scouting, zoals ik hem ken, is vooral knopen leggen, overleven in de natuur, touwen vlechten en dat soort dingen. Tenminste, dat beeld heb ik ervan. Is dat nog steeds zo? Nou, dat proberen we zeker nog steeds te doen. We kijken ook naar het knopen, het kompas lezen, het vuur maken. Echt wel die scouts technieken. En ik ben leiding bij de Welpen, dus daar beginnen we er echt wel mee. Bij de oudere groepen zijn ze er nog wat intensiever mee bezig. Maar we doen ook heel veel aan spelletjes. En dat proberen we veel buiten in de bossen te doen. Maar ja, in de winter is het ook wel eens knutselen binnen. Dus niet alleen maar knopen en vuur maken. Wat voor leeftijd moet je hebben om bij de scouting te mogen? Nou, onze jongste leden zijn 5 jaar, geloof ik, hè? Ja. Ja. Dus vanaf 5 jaar ben je al welkom bij Scout in Kuik. Ja. Tot welke? Oneindig. Nou, de oudste leden, nou, dat weet ik niet, zitten denk ik bij de Blauwe 18, Vogels. 19. Ja, daar zitten de ouderen. Daar zijn ze echt nog wel wat ouder. Maar vanaf 18 jaar zijn de jeugdleden, ja, dus de oudste groep. Maar je ziet toch wel heel veel leden die dan doorstromen en leiding worden. Dus dat is heel leuk. Dus die blijven gewoon betrokken bij scouting. Ja. De leiding blijft gewoon nog eigenlijk een beetje kind. Ja, inderdaad. Ja. Zo loopt het allemaal in elkaar over. Ja. Ja. Werd net al even aangetipt, de Blauwe Vogels. Dat is een beetje een aparte groep binnen de scouting, of niet? Ja, er is een groep voor cliënten met een verstandelijke beperking. En die komen als er geen corona is, 1 keer in 2 weken bij elkaar om vooral gezellig samen te zijn, een spelletje te doen, koffie te drinken, te kletsen. Want daarom staan wij hier nu vandaag bij de fotoarchiefdienst van Kuik. Want ja, het hangt hier echt bomvol met foto's, hè? Ja, heel veel foto's. Echt hele oude en vrij recente. En van alle watertakken, peltakken, scouting, welpen, bevers. Ja. Het is wel heel leuk, denk ik, of niet? Als je bij de scouting hebt gezeten en dan al die foto's weer terugziet. Ja, het is heel leuk. En ze hebben ook de foto's gekozen waar veel mensen op staan. Dus daardoor kunnen we echt, ja, kun je veel mensen terugzien die je kent van de groep waar je vroeger bij hebt gezeten. En nou, familie die ook bij scouting heeft gezeten, die ik terugzie. Dus het is heel leuk om te zien dat ze deze foto's hebben gekozen en dat het zo veel ook is. Zo'n fototentoonstelling in elkaar zetten, nou ja, dat is geen peanuts, hè? Dat is echt heel veel werk. Wie heeft dat gedaan? Nou, daar hebben 4 mensen hard aan gewerkt en dat zijn Ans Keizers, Ger Ruys, Herman Rutte en Wim van Rijswijk. Nou, compliment voor die mensen. En van de fotoarchiefdienst heeft Annelies Jansen gezorgd voor het scannen van de foto's en heeft Jan van der Heijden de collectie samengesteld. En ook een groot compliment voor die mensen. Hebben jullie nu genoeg foto's? Nou, we hebben er een hele hoop en een hoop leuke spulletjes ook. Maar er is natuurlijk altijd verzoek voor mensen die nog leuke oude dingen hebben om die naar ons toe te brengen of in ieder geval contact met ons op te nemen. Want die willen we graag hebben. We kunnen ze ook opkomen halen. Dus als je nog iets hebt, dan horen we het graag. Patricia, op dit moment wordt er nog heel hard gewerkt om deze fototentoonstelling, nou ja, helemaal klaar te krijgen, zodat iedereen hem kan zien, hè? Vanaf wanneer kan dat? Vanaf 11 september is de officiële opening en dat is van 2 tot 3:30 in de tuin van de Kansas hiernaast. En daar is eigenlijk iedereen die betrokken is bij scouting of betrokken is geweest bij scouting welkom om te komen voor de ceremoniële opening. En vanaf daarna is de tentoonstelling te bekijken en dat is nog zichtbaar tot eind oktober zelfs. Dus genoeg tijd om te komen kijken.
Kijk, dus heeft u interesse, wilt u zichzelf misschien nog zien? Kom nou vooral een keer naar de fotoarchiefdienst Kuik, want ja, het wordt echt heel mooi, hè? Het wordt heel mooi. Nog even terug naar de scouting. Kunnen jullie nog nieuwe leden gebruiken of zeg je van nou, we zitten echt helemaal vol? Nee, we kunnen zeker nieuwe leden gebruiken en ook nieuwe leiding is heel erg welkom. Dus heb je interesse om bij de scouting te komen als bevertje of misschien als scout of als leiding? Ja, meld je aan zou ik zeggen. Welkom. En dat kan op een website? Dat kan op de website Scouting Kuik en de Facebookpagina van Scouting Kuik. Daar staan de gegevens om je aan te melden. Oké. Okay. Nou, dank jullie wel. En nou ja, wij zien er nou uit om deze prachtige fototentoonstelling te mogen zien. Dank jullie wel. Dank je wel. Alsjeblieft.